deze week op de rollenbank een Audi S5 met de V6 motor. Hij heeft een kakelvers kenteken, maar het is geen nieuwe auto, hè? Nee, het is geen nieuwe auto inderdaad. Ik heb hem gekocht bij een autobedrijf en ze hadden hem geïmporteerd uit Denemarken. Denemarken? Ja, Denemarken inderdaad. Ja. Ik dacht zelf uit Duitsland, maar na een kentekencheck bleek hij uit Denemarken te komen. En wat vind jij zo aantrekkelijk aan deze S5? Nou, ik was op zoek naar een auto met minimaal 6 cilinders en quattro aandrijving. En het moest sowieso een Audi worden weer. Dus ik had proefgereden in een Audi A6 met een 3 liter TVSI. Maar die vond ik toch te groot, te stil, eigenlijk iets te volwassen. En toen de S5 tegengekomen en toen was ik, dat was hem. Ja, oké. Okay. Heb je er al veel mee gereden in die tijd? Ik heb hem nu 4 maanden en ik heb volgens mij 7000 kilometer gereden. Dus al aardig wat. En waarom ben je hier? Wat is de reden waarom je het vermogen wil laten meten? Twijfel je eraan? Nee, ik twijfel er niet aan. Een tijdje terug heb ik laten walnut blasten. Dus dat koolaanslag aan de binnenkant weggelaten wordt. Dus ik ben benieuwd of dat hij nu gewoon zijn fabrieksopgave haalt. En in de toekomst wil ik hem laten chippen. En als je hem laat chippen, hoeveel vermogen kan hij dan krijgen? Met enkele software-update naar de 400-410 pk. Levert geen 333 pk? Nee, hij doet ze in principe koppel wel. Dus in het begin gaat hij er vol voor, zeg maar. En op een gegeven moment, gevoelsmatig, wordt hij gewoon elektronisch afgeknepen. Zeg maar. Dus uiteindelijk, hij geeft verder rest geen krimp of zo. Het is niet zo dat hij gaat stotteren of gek gaat doen. Of dat je denkt van hij is veel te arm of er is iets heel geks aan de hand. Dus hij loopt gewoon door zijn toer heen. Alleen heel langzaam wordt hij gewoon helemaal gedempt. Geen technisch gebrek? Nou, nee, zo ja, het is moeilijk te zeggen zonder dat je echt dieper kijkt, zeg maar. Ik heb natuurlijk geen diagnose erin. Ik zit niet met de laptop en alles te checken, zeg maar. Maar in principe lijkt het niet op een technisch defect. Je zou bijna meer denken dat het, zeg maar, de lagere vermogensvariant zou zijn geweest, eigenlijk, zeg maar. Dus dat je de 270 pk versie of 290 heb je ook gehad, volgens mij. Maar dat zo'n lagere variant geweest zou zijn. Maar hij is eigenlijk nooit in een S5 geweest. En dan zou Gert-Jan dus iets hebben gekocht wat niet helemaal is wat hem is beloofd? Ja, dat zijn aannames. Dat kunnen we nooit hard maken. Maar gewoon, ik zou eens beginnen met chassisnummer eens te controleren van nou, wat is het eigenlijk? Stel je voor dat je een auto hebt geleverd gekregen met een laag vermogen. Je vertelde eerder van je wil gaan tunen. Is dat dan een probleem nog steeds? Want je kan hem dan toch nog steeds op een hoger vermogen zetten? Ja, voor mij is het geen probleem, maar het valt natuurlijk wel een beetje tegen. Ik had gewoon verwacht dat hij de 333 zou halen. Wel bijzonder, want ik heb de 0 naar 100 sprint gedaan op GPS. En die haalt hij gewoon volgens specificatie, dus 5,1 seconden. Blijkbaar heeft hij daar dus geen last van. Maar dan moet ik toch maar mijn plannen naar voren trekken. Dus eerder naar een bekende tuner in Nuenen om daar te laten kietelen. Ja, ik ben heel benieuwd wat de uitslag is en wat voor auto het uiteindelijk blijkt te zijn. Dus hou me op de hoogte, zou ik zeggen. Ja, inderdaad, dat laat ik nog even weten. Jullie bedankt voor de uitnodiging.